Eind mei zouden dit soort beelden weer te zien zijn in het Frans Hezenstadion. Maar de geplande promconcerten van dit jaar gaan niet door. Stichting Os Culturel heeft besloten de concerten af te blazen. Vanwege de gevolgen van de economische crisis is de organisatie er niet in geslaagd de begroting rond te krijgen. De grootste bottleneck zit er met het inschatten van het aantal kaartjes. En daar hadden we toch het idee dat er heel veel bedrijven die vroeger kaartjes afnamen voor hun personeel. dat die nu afhaakten. Nou, dan kun je zeggen: daar komen er misschien wel een aantal van terug, maar daar zit het grootste probleem. En dan praten we over een orde van grootte van ja, 35.000, 40.000 euro. En dat op een totale begroting van anderhalve ton. Is natuurlijk een hele slopper. De stichting heeft de knopen nu doorgehakt, voordat er contracten met solisten en voor het licht en geluid waren afgesloten. Zo'n 200 kinderen, jongeren en volwassenen hadden al maanden gerepeteerd voor de promconcerten. En kregen deze week het slechte nieuws te horen. Bij die kleintjes is dat, is dat huilen, om het zo maar te zeggen. De, de jeugd is, uh, reageert er wat agressiever op. En ja, de volwassenen zijn heel erg ja, teleurgesteld, maar begrijpen het wel. En ja, dat is ook het... Uh... Het moeilijke dilemma waarin wij ook zitten. Dat je dat heel graag wil laten doorgaan. Dat snapte iedereen het wil. En dat je toch moet zeggen: jammer, het is als bestuur onverantwoord om het met deze financiële gegevens te doen. Ik bedoel, die verantwoordelijkheid heb je ook. Geen promconcerten dus dit jaar. In ieder geval niet in het voetbalstadion. Stichting Oscultureel wil nog gaan bekijken of er dit jaar optredens kunnen komen op een andere locatie en op kleinere schaal. Je moet je realiseren dat in zo'n stadion, daar maak je in één keer een, een theater van. Hè? Daar, daar moet geweldig veel kosten gemaakt worden aan licht en geluid. Ja, dat kun je in een aantal locaties in Os misschien al besparen. Hè? Dus zo, maar ik, ik loop daar niet op vooruit. Ik kan er ook niet vooruit lopen, want we zijn er ja, net een aantal uren mee bezig om te kijken wat voor mogelijkheden zijn er. Maar ik wil in ieder geval proberen om te kijken op welke manier we toch al die uren die men eraan besteed heeft. En, om die toch te benutten door ze de kans te geven om het te presenteren. Stichting Os Cultureel brengt dit jaar wel de productie Titus The Musical op de planken. Joop van den Broek benadrukt dat dat in ieder geval geen financiële invloed heeft gehad op de promconcerten.